Toen ik hier aantrad, toen trof ik een aantal teams aan dat moeite had om de transitie van de AWBZ naar de WMO, de financiering veranderde, om binnen die nieuwe financiële kaders een normaal resultaat te gaan halen. Dus wij waren echt op zoek naar hoe kunnen we mensen niet harder laten werken, maar hoe kunnen we slimmer gaan werken zodat het wel uit kan. Zo zijn we bij P5Com uitgekomen. En ik denk dat door de cijfers nog eens een keer te bespreken, op te halen en te bespreken, door uitleg te geven, door ze inzichtelijk te maken in allerlei mooie grafieken en tabellen, is dat inzicht gegroeid en is ook de verbinding primair proces ondersteunende diensten versterkt. We zagen een trendbreuk in het resultaat dat langzaam maar zeker naar voren ging. En vanaf oktober 2019 zijn die teams positieve resultaten gaan schrijven en dat doen ze overigens nog steeds. Ik vind dat P5Com het goed gedaan heeft. Op een hele subtiele manier hebben ze goed ingevoegd en ik denk dat dat een kwaliteit is die je niet moet onderschatten. Invoegen in het bestaande. Daardoor eigenlijk met heel weinig weerstanden te maken kreeg. En dat vind ik mooi. Niet meer leveren dan nodig is. Ook durven zien dat de organisatie het zelf kan, wat natuurlijk eigenlijk de bedoeling is. Als ik nu terugdenk, dan lijkt het wel alsof jullie er bijna niet geweest zijn. En ik beschouw het eigenlijk als een compliment.